Ik denk dat ze bij jongeren in dezelfde groep vallen. Alleen dat ze door veel autochtonen toch anders worden bekeken. Omdat ze toch vaak het beeld hebben dat ze aan criminaliteit doen en zo. Nou, ik vind dat ze wel anders behandeld worden. Alleen dat ze eigenlijk niet zo behandeld hoeven te worden. Want het zijn natuurlijk ook gewoon mensen. Mm-hmm. Alleen dat ik op sommige dingen wel begrijp waarom ze zo behandeld worden. Dat ze zich ook moeten aanpassen. Dat sommige dat ook niet doen. Mm-hmm. Alleen ik vind eigenlijk dat ze gewoon hetzelfde moeten doen als ze bij ons doen en bij hun doen. Als er iets misgaat bijvoorbeeld. Worden meestal die dingen als iets weggehaald wordt. Of zullen we meestal die aangekeken. En eigenlijk hoeft het helemaal niet, want er zijn ook gewoon Nederlandse jongens of Nederlandse meisjes die dat ook gewoon doen. Ja, als ik bijvoorbeeld een groepje zie of zo buiten Marokkaan, dan heb ik wel, ja, dan voel ik me niet echt fijn. Ik ook door de vooroordelen van mensen en ja, wat mensen zeggen over Marokkanen en Turken en. Ik denk dat, ja, soms maken ze het zelf na, maar ik denk toch wel dat ze vooroordeeld worden door veel mensen. Omdat door een paar rotte appels denken de mensen gelijk dat de rest ook slecht is. Terwijl er gewoon meer goede mensen zijn dan rotte appels. Nou, meestal rond mijn leeftijd word je dan buitengesloten op school. Door de andere groepering, bijvoorbeeld de Nederlandse jeugd. Maar als discriminatie, je moet zelf niet gaan opvatten voor iets wat je niet zelf hebt gedaan. Mm-hmm. Het geloof kan daar invloed op hebben, maar ik vind ja, dat het gewoon voor jezelf is. Ja, ik weet dat ik een autochtoon ben en ik vind het niet erg als ze mij aanspreken als autochtoon. Dat vind ik verder geen probleem. Je hebt soms van die momenten als je op straat loopt en bijvoorbeeld iedereen doet wel eens iets verkeerd. En als je dan iets verkeerds doet, dan word je niet zomaar aangesproken. Dan word je aangesproken als Turk of allochtoon of neger of zo. En ik denk dat het dan misgaat. Ik denk dat allochtonen even vaak worden geïsoleerd als de autochtone mens. Ik vind dat heel veel kinderen die uit een andere afkomst hebben, dat die al heel goed bij elkaar, dat die op dezelfde scholen mogen zitten. Mm-hmm. En ik zal er wel verschillen tussen zijn dat de ene school niet van die mensen mogen komen, zeg maar, en die andere school weer wel. Mm-hmm. Alleen ik vind dat ze eigenlijk overal wel mogen komen, dus ik vind het wel goed dat ze daar bij iedere school verschillen doen. Ja, ik vind wel dat iedereen gewoon een eerlijke kans krijgt. En ja, ik snap op zich wel dat, ja, dat ze natuurlijk vooroordelen hebben, want ja, dat is natuurlijk gewoon anders. Maar ja, ze moeten wel gewoon een kans krijgen, vind ik. En ja, dat gebeurt soms niet. En dat is wel ja, onterecht eigenlijk. Ja, ik heb het gevoel dat ze door volwassen mensen soms wel anders behandeld worden. Zoals als ze bijvoorbeeld gaat solliciteren, zelfs in de supermarkt, zal ze eerder Nederlandse jongeren aannemen dan autochtone jongeren, denk ik. Het ligt aan de jongeren zelf. Je hebt het heel goed in Nederland. Je studie, je opleiding, je toekomst, alles ligt aan jou. Ik vind de discriminatie en zo, vind ik eigenlijk best wel veel onzin. Je hoeft je er niks van aan te trekken. En niet iedereen is hetzelfde. Ja, ik vind eigenlijk niet dat er veel moet veranderd worden. Maar ik vind dat er eigenlijk wel meer aan mensen moeten gebeuren die veel discrimineren of waarvan je gewoon zeker weet dat het een racist is ofzo. Ja,
Ja, ik denk het wel. Want hoe vaak je niet ziet dat er in het nieuws staat, ja, 5 allochtone jongeren hebben dit gedaan, hebben dat gedaan. Of ja, waardoor het toch altijd opvalt dat het allochtonen zijn. Oké. Dankjewel. Ja, ik denk het wel. Ja. Want, als er zeg maar iets gebeurt, bijvoorbeeld op het journaal of zo, dan gaat dat is iets gebeurd met en er zijn dan buitenlanders bij betrokken dat die wel meestal beschuldigd worden. En dat eigenlijk helemaal niet hoeft. Ja. Want het kan net zo goed een buitenlander zijn dan een Nederlander. Dus. Oké. En wat denk je dat die, als dat in de media komt, wat dat met de mensen in Nederland doet? De autochtone mensen? Die gaan daarin geloven. Die gaan ook denken van, oh, die doen hun allemaal. En dan op een gegeven moment is het allemaal tegen hun. En ik vind het eigenlijk helemaal niet hoeft. Dat ieder mens gewoon hetzelfde is en dat iedereen dat kan doen. Kranten of zo en nieuws en media, ja. Dan wordt dat toch wel naar voren gebracht als ja, overval of zo. Dan kunnen ook natuurlijk Nederlanders zijn en ja, er hoeft niet altijd een Marokkaan te zijn, maar nee. Ja, mensen denken dat toch snel. De media die blaast altijd heel veel op, dus. Als de media alles groter maakt dan het is, dan denken de mensen eigenlijk dingen dan dat ze zijn. Dus de media heeft wel degelijk mee te maken. Een hele grote rol. Ja. Grote voorbeeld, 11 september. Ja. Nadat zijn de meeste moslims uitgemaakt als terrorist. Ja. Natuurlijk heeft dat invloed bij ons. Als er op school wordt gepraat, dan zeggen ze, ja, moslims hebben dit gedaan, moslims hebben dat gedaan. En bijvoorbeeld PVV Geert Wilders, die daar allemaal films over maakt, over de moslims. En dit, ja, misschien kan een deel kloppen, maar hij brengt het uit op een negatieve manier op de media. Media speelt er een hele grote rol in, bijvoorbeeld op het journaal en zo. Daar spreken ze meestal de autochtone aan. En als Nederlandse jongeren het zelf doen, dan zeggen ze niet de Nederlandse jongeren, maar dan zeggen ze gewoon de jongeren. Ze willen hun eigen naam niet zwart maken. Dan moeten ze ook niet de naam van de autochtone zwart maken, vind ik. Want die zijn ook normale mensen. Er wordt veel gezegd dat allochtonen allemaal criminelen en zo zijn. Mm-hmm. Maar als je goed kijkt, dan zijn niet alleen maar allochtonen dat. En is het één buitenlander, en bijvoorbeeld, ik zou zeggen, het is een Turk, heeft één Turk het gedaan, dan gaan ze zeggen dat, ja, alle allochtonen gaan ze dan tussen hun halen. Dus Geert Wilders bijvoorbeeld, hij is echt een racist, vind ik. Hij is tegen de islam, dat vind ik niet goed. En dan gaat hij allemaal ons geloof beledigen terwijl wij niks over hem geloof zeggen.